Deze samenvatting wordt u aangeboden door Van den Belt Makelaarij Twello. Sportclub Enschede van Paul Krabbe, de minst gepasseerde verdediging, komt op bezoek bij de treffers Kegro Deuren. De meest aanvallende, de meest productieve ploeg. Met in de gelederen Dominique Vos van AGOVV de aanvoerder. Rob Segers is nog steeds de aanvoerder bij de treffers Kegro. En natuurlijk de gevaarlijke spelers Peter van Putten, Oleg Potillo en op links Saïd Ertjargoui. Het arbitrale trio bestaat uit de heer Van Oud-Heusden, de heer Almelo, eerste assistent, en de heer Noordhoek. Als gezegd, Enschede slechts 2 keer gescoord en 1 treffer tegen. Dat zegt veel na 4 wedstrijden in die hoofdklasse. En de treffers kegelden er al 14 in. Rob Segers. Op links hier Ertjargoui. En meteen zijn de aanvallende bedoelingen van de thuisploeg duidelijk. Meteen wordt de aanval gezocht. Goed combineerd van Putten. Ertjargoui zoekt de achterlijn. Geeft die bal dan voor. En dan kan Geert Bijsterbos namens Sportclub Enschede redding brengen. Maar de Enschedeërs hadden 1 grote manco. Ze hadden veel te veel respect voor de treffers Kegro in de beginfase. Ze werden ook volledig overlopen hier op rechts. Wordt Van Putten overgeslagen, komt hier op Segers, die vraagt om die bal, krijgt hem ook maar zo mee. Maar gelukkig voor Enschede is zijn inzet niet scherp genoeg, niet hard genoeg en kan doelman Van den Berg redding brengen. Tot verdriet van natuurlijk Jan Pruin. Hier Ertjargoui met zijn rechtervoet kan Van den Berg opnieuw redding brengen. Goede mogelijkheid voor de treffers Kegro. En zo waren er al een aantal mogelijkheden in die beginfase dat de treffers afstand zou kunnen nemen van de Enschedeërs. Maar dat gebeurde niet. Bijsterbos haalt niet handig weg hier. De Hoge zoekt hier Ertjargoui. Bijsterbos ploft die bal maar zo voor de voeten van de aanvoerder van de treffers Kegro, Rob Segers. En hij weet met dat buitenkantje wel raad in de 10e minuut. En hij brengt de score op 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Prima afgemaakt. Geen kans voor doelman Van den Berg. Wat gaat er dan verder gebeuren? Als gezegd, hier opnieuw een goede mogelijkheid, maar die bal wordt net overgeknikt. Enschede had gewoon echt veel te veel respect en kwam dus niet aan voetballen toe in die beginfase. Dat ziet ook Jan Peters hier. En Paul Krabbe die denkt van, hoe krijg ik dit rechtgebreid? Ik word hier volledig overlopen. De eerste mogelijkheid voor, een mogelijkheid kunnen we niet eens noemen, voor Enschede. En dan is het na ongeveer 20 minuten. En dat zegt natuurlijk veel. De treffers Kegro op rechts weg. Wordt die bal voorgegeven op het hoofd van Oleg Portillo. Maar die knikt die bal maar net naast het doel van Van den Berg. En weer een goede mogelijkheid niet benut. Dan Middeldorp, een vrije trap op het hoofd van De Hoge. En dan is het Oleg Portillo die die bal maar zo in de rechterhoek schiet. In de 24e minuut van de wedstrijd. Middeldorp geeft die bal voor. Komt die min of meer op het achterhoofd van De Hoge. En dan is het hier Portillo die de doelman voor de 2e keer kansloos laat deze middag. En de treffers Kegro staat op een 2-0 voorsprong. Hier wordt Portillo even onderuit geveegd. Geeft de scheidsrechter voordeel aan, maar dat haalt hij nu weer terug. Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk omdat coach Jan Pruin wat gezegd heeft. Maar goed, hij haalt wel een goede mogelijkheid op zeep. Een cruciaal moment in de wedstrijd zou de ommekeer kunnen betekenen. Hier trapt Makai uit. Niets aan de hand, zou je zo denken. Dan is hier Ertjargoui in duel met nummer 2 Geert Bijsterbos. En dan fluit scheidsrechter Van Oud-Heusden af. En waarom? Omdat de eerste assistent, de heer Van Almelo, een scherp timmerman zo geeft. Want dat moet hij wel hebben gehad hier op dit moment. Hij zegt, dit is een hensbal van Makai. Het zal ongetwijfeld, wij konden het niet goed zien. Maar deze meneer die heeft dat dan gedaan. En dat is een ommekeer, want kijk eens wat een mooie pegel van Chris Elverink. En dan is het in de 28e minuut 2-1. En dan zit in één keer Sportclub Enschede weer goed in de wedstrijd. Prima, vrije trap, niks van te zeggen. Maar dat scherpe timmermans oog van die scheidsrechter Almelo, ja. U mag het zelf beoordelen straks nog een keer. Maar de stand is in ieder geval 2-1. Dan gaat Krabbe wisselen. Bijsterbos, de ongelukkige man, gaat eruit. Ook de voorste man bij hem gaat eruit. Met nummer 19 is dat Abenues, want hij kon geen bal vasthouden die middag. En dat is echt een ommekeer.
Vrije trap van de Kegro in handen van den Berg zoekt meteen de mensen in de voorwaartse. Maar dat zou niets opleveren en dan wordt het wel wat onvriendelijker, want de spanning is natuurlijk hoog. Ruststand derhalve 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Dan denk je van nou, die gaan het wel uitbouwen in die tweede helft. Eerst nog even een verrassing, maar net niet verrassend genoeg voor doelman Erik Makkai. Het schot van de nummer 9, Demirel. Maar de treffers, het is nog steeds slechts 2-0. Hier heeft doelman van den Berg hulp van de paal nodig. Maar de bal blijft voor de lijn en de score blijft onveranderd. Dan langzaam maar zeker worden de Enschedeërs wat brutaler. En dan staat hier de verdediging van de treffers weer helemaal verkeerd opgesteld. En dan kan Dennis Sepp in de 74ste minuut de stand op gelijke hoogte brengen. Balverlies. Dan is Middeldorp niet bij de les. En dan is de rest van de verdediging verkeerd gepositioneerd. En dan is het maar zo 2-2. En dat is toch een enorme domper voor de Groesbeekers. Die het proberen dan wel. Hier een voorzet. Althans, dat was als voorzet bedoeld. Maar die bal verdwijnt op het dak van het doel. Hier nog een schot van Enschede. Van een hele grote afstand. Niet echt onverdienstelijk, maar ook geen treffer voor Ramon Pasveer. Kan de treffers dan nog wat? Ze proberen het. Hier een heel simpel balletje, maar gelukkig voor Enschede gaat dat ver naast het doel. Hier de laatste mogelijkheid nog. Die bal komt tegen de onderkant van de lat, maar blijft voor de lijn. En dan is het geen voorsprong voor de treffers Kegro. En dan ziet het er naar uit dat Sportclub Enschede hier voor een stuntje gaat zorgen. Want scheidsrechter van Oud-Heusden fluit hier voor het eindsignaal. Blijven de treffers wel lijst aanvoeren, maar stellen het met 2-2 gelijk tegen Enschede. Ja, dat was het eerste half uur was dramatisch. Ja, terecht 2-0 achter. Ik denk het wordt een gigantische afgang. Het wordt gewoon 0-7 of zo voor de treffers. Wij combineren, en dat is ons mankement mogelijk, wij combineren vaak net iets te veel. We weten niet goed de momenten te kiezen van een schot op doel of de vrije man aanspelen. Maar ja, dat is al een aantal weken zo. Dat zal ik er ook niet snel uitkijken, want dat is een beetje inherent aan een paar spelers die in het elftal lopen. En die wil ik wel wat veranderen, maar ik wil ze ook niet te veel opnemen. Want het zal ook een aantal keren, vorige week, twee weken terug, week E, maak je er toch in totaal 12. Dus vandaag valt het de eerste 25 minuten helaas wat onvoldoende uit. Die vrije trap op de 16 meter. Laten we het op dit moment maar even zo houden dat we het allemaal verkeerd gezien hebben, uitgezonderd de grensrechter. Maar het is wel een heel kardinaal punt. Net daarvoor begonnen we wat agressiever te worden. Begonnen we eindelijk eens duels te winnen. Met 2-1 voor, het is weliswaar met 2-1. Dat moet je eigenlijk met onze kwaliteiten niet meer verliezen. Als we niet bang zijn, ons eigen spel spelen, duels willen en durven te winnen en moeten winnen. Dan kunnen wij gewoon zorgen dat we een degelijk hoofdklasse blijven. Jij hebt er niks aan, maar de competitie is weer volop spanning. Weet ik, maar dat heb ik ze ook na afgelopen zondag gezegd. We zijn pas 4 wedstrijden oud. We scoren toen de tijd 8 keer, we staan weer bovenaan. Maar dat geeft nog geen garantie op vandaag een overwinning. En B, dat we allemaal alweer kunnen zeggen dat het wel zo gemakkelijk zal gaan. Maar dat bleek vandaag de tweede helft met name. Heel veel succes volgende week.